Jeroen. Hey, nou, we hebben alle punten verloren. Wat? Ja. Nou, de kortgedingrechter zei in eerste instantie, daar is deze wet niet voor bedoeld, voor deze pandemie. In hoger beroep zegt het Hof, nou, dat is hij wel degelijk. Er is wel degelijk sprake van buitengewone omstandigheden. We zitten al een jaar in deze pandemie. De staat heeft gewoon terecht de adviezen van het OMT opgevolgd. Dat zegt van, ja, die avondklok is echt nodig om te voorkomen dat straks met die Britse variant, de Zuid-Afrikaanse variant en al die andere varianten die er misschien nog gaan komen, die moeten we de kop in zien te drukken. Die derde golf moeten we zien te voorkomen of in ieder geval dempen. Om te zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. En ja, volgens het Hof heeft de staat zich dus wel degelijk op die wet kunnen beroepen. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het allemaal er niet meer zo toe doet. Omdat er inmiddels een nieuwe wet ligt, gebaseerd met een andere basis daaronder. Maar voor mensen die op de bon zijn geslingerd, omdat ze zich niet aan de avondklok hielden, is het natuurlijk wel degelijk van belang om te weten of ze moeten betalen. De boetes die in die eerste periode zijn uitgedeeld, die zijn dus ook terecht. En ik vind dat heel belangrijk, want ik zou het vooral naar mijn politie, BOA's, heel erg hebben gevonden als ik hier had moeten staan en ja, moeten zeggen, nou, die boetes die hebben jullie voor niets uitgereikt. Het is niet ongebruikelijk dat een lagere rechter een heel ander oordeel heeft dan een rechter in hoger beroep. Ja, het zijn allemaal mensen die natuurlijk op bepaalde manieren naar een wet kijken, misschien een andere uitleg eraan geven. Dus ja, dat is niet ongebruikelijk. Dat gebeurt voortdurend. Ja, wat zijn nu nog de mogelijkheden voor Willem Engel en Viruswaarheid? Nou, Viruswaarheid kan nog in cassatie bij de Hoge Raad. Zij kunnen ook een spoedprocedure aanspannen bij de Hoge Raad. Nou, is spoed en de Hoge Raad is een beetje een contradictio, want dat gaat nooit zo heel snel. Maar het zou in principe binnen een paar weken moeten kunnen. Ja, de vraag is alleen, heeft dat zin? Want ja, die nieuwe wettelijke maatregel is er, waardoor de avondklok ook gewoon zal blijven. En de Hoge Raad zal zich alleen maar uitlaten over die eerdere kwestie met die wet die bedoeld is voor buitengewone omstandigheden. Die uitspraak is een onderdeel van een veel groter proces. Of het nou positief of negatief is, voor ons maakt het niet zoveel uit. Als het negatief is, dan gaan we een keer naar Europa, want dan gaan we natuurlijk in cassatie naar het Europese Hof met deze uitspraak. Dat wordt dan wel een lange weg, maar gelukkig hebben we nog heel veel andere procedures. Dus ik zit nu wel in ieder geval elke week in Den Haag.